In hoeverre zijn die onderhandelingen op zichzelf van belang voor de bepaling van de inhoud van het contract? Ja, dat is een goede vraag. De onderhandelingen, wat er in de onderhandelingen gebeurt, kan van belang zijn bij het vaststellen van de inhoud van de overeenkomst. Wat daar gebeurd is, wat daar gezegd is. Althans, naar Nederlands recht. En dat komt, maar dan komen we een beetje bij het onderwerp van de uitleggen van overeenkomsten uit. Omdat naar Nederlands recht er één belangrijke, de centrale uitlegregel is, die de Hoge Raad in het Haveltekstarrest heeft ontwikkeld. Daar waarin de Hoge Raad heeft gezegd, nou, als je erachter wil komen wat een beding, in een overeenkomst betekent, dan moet je kijken naar wat partijen over en weer ten aanzien van die betekenis, ten aanzien van de betekenis van het beding, mochten verwachten. Nou ja, als je wil vaststellen wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten, dan moet je natuurlijk, ben je al gauw geneigd een beetje naar de voorgeschiedenis te gaan kijken. Van, wat is daarover gezegd tijdens de onderhandeling? Zijn er e-mailwisselingen geweest? Zijn bepaalde betekenissen uitgesloten? Of is een bepaalde term bewust gekozen omdat de bedoeling was dat het dit zou betekenen? Of bewust gekozen omdat ze een bepaalde betekenis wilden vermijden? Dus dan ligt het voor de hand om naar die voorgeschiedenis te kijken. En inderdaad, bij procedures, bijvoorbeeld als je als rechter, wat ik wel eens doe, te maken krijgt met overeenkomsten, met de uitleg van overeenkomsten, dan produceren partijen heel vaak als bewijs allerlei dingen die in hun onderhandelingen zijn gebeurd. Ik krijg hele dossiers met allemaal e-mailwisselingen die er zijn geweest, want dit was de bedoeling, dat hebben we afgesproken. Dat is bij ons vrij gebruikelijk, ja. En is dat ook zo in andere rechtsstelsels? Dat is hetzelfde in verschillende andere rechtsstelsels om ons heen. Met name de rechtsstelsels op het continent in Europa, dat worden dan de civil law rechtsstelsels genoemd in het Engels. Dat zijn de rechtsstelsels die allemaal teruggaan op het Romeinse recht en tot een gezamenlijke, dezelfde traditie behoren. Dat zijn ook de rechtsstelsels die uiteindelijk gecodificeerd zijn. Maar daar staat tegenover, aan de andere kant van de Noordzee, het Engelse recht, dat tot de common law traditie behoort, die geen wetboeken hebben, die gaan terug op hun eigen precedenten. En dat recht zit niet alleen qua structuur anders in elkaar, maar ook inhoudelijk. En het Engelse recht heeft eigenlijk een regel die precies in de tegenovergestelde richting gaat. Dat heet de zogenaamde parole evidence rule. En dat is een regel die zegt dat bij het bewijzen van een overeenkomst, bewijzen ten aanzien van dingen die mondeling gezegd zijn, mondelingen, getuigenverklaringen, dingen dat die niet toegelaten worden. Het enige wat je mag gebruiken om de inhoud van een contract te bewijzen, is het contractdocument zelf. Dat wordt soms ook de four corner rule genoemd, het contract staat binnen de vier hoeken van de overeenkomst, van het contractdocument. En alles wat daarvoor gezegd is, dat vindt een Engelse rechter helemaal niet interessant, omdat dat helemaal niks kan zeggen over de inhoud van de overeenkomst. Zegt die Engelse rechter, want al die dingen die gezegd zijn voor het sluiten van de overeenkomst, ja, dat was dus op het moment dat ze het nog niet eens waren, zegt de Engelse rechter. Dus het enige waar ze het echt over eens zijn, is dat contractdocument zelf. Nou, dat kun je wel misschien ook wel iets bij voorstellen. Zo'n gekke gedachte is het natuurlijk ook weer niet. Contracten lijken sterk op andere soorten afspraken, verdragen bijvoorbeeld, of een regeerakkoord. Nou, je kunt je voorstellen dat als er een nieuw Europees verdrag tot stand komt, of als er een regeerakkoord tot stand komt, dat die mensen die daar over, de landen die daarover onderhandeld hebben, of die politieke partijen die daarover onderhandeld, die zijn het over niks anders eens dan het contractdocument. Die zullen op het moment dat ze dat regeerakkoord of dat verdrag hebben getekend, en zo gaat het natuurlijk ook bij overeenkomst, bij contracten, bij commerciële overeenkomst, misschien vanaf het moment dat ze het gesloten hebben, het al verschillende uitleggen. Want het enige waar ze het echt over eens zijn, is die tekst. Nou, dan zegt dus de Engelse rechter, nou, dan interesseert het mij helemaal niet wat ze daarvoor hebben gezegd. Wat is de achtergrond dat dat in Nederland wel kan worden aangedragen als bewijs? Is er een soort fundamenteel verschil tussen Engels en... Ja, dat kun je wel zeggen. Ik zei al dat het structureel anders in elkaar zit, omdat ze echt een andere geschiedenis hebben. Het ene gaat... onze stelsels gaan allemaal terug uiteindelijk op het Romeinse recht, op de digesten, en dat is gecodificeerd. Het Engelse recht is een common law stelsel, net zoals het Amerikaanse recht bijvoorbeeld.
En dat gaat terug op precedenten. Daar zeg, daarmee is nog niks gezegd over de inhoud. Maar je hebt gelijk, de inhoud is ook verschillend. Het Engelse contractrecht, kun je zeggen, is over het algemeen individualistischer. Dat zegt hij ook nog niet zo heel veel over, dus meer contractvrijheid. Maar wel, het is, wat belangrijk is, het Engelse contractrecht is erg gericht op het bevorderen van de handel. En de handel is gebaat bij dat dingen gemakkelijk duidelijk zijn, dat de dingen dus objectief kenbaar zijn. En daarom hebben ze een vrij objectieve uitlegregel. Terwijl bij ons toch wel van belang is wat deze partijen bij deze overeenkomst allemaal gewild en gevonden hebben. En van elkaar mochten verwachten. Vindt de Engelse rechter echt vooral interessant wat het contract gewoon objectief betekent. Daar komen ze wel een beetje van terug, want in oorsprong was het nog veel extremer. Hadden ze gewoon, het was de betekenis van de overeenkomst, was gewoon wat in het woordenboek stond. Dus als je wilde weten wat een woord in de overeenkomst betekent, moest je het woordenboek kijken, de meest objectieve benadering. Terwijl tegenwoordig nog wel gekeken wordt, nou, misschien vonden deze partijen, was het in de context waarin zij contacteerden, kan het beding misschien een iets andere betekenis hebben. Maar het uitgangspunt van het Engels recht is dus zeer objectief. Objectieve benadering van allerlei leerstukken. En de reden voor die objectieve benadering is beschermen van de handel. In de handel moet je op de schijn kunnen afgaan, dat is het idee. Want als je de hele tijd erachter, als je er niet op kunt vertrouwen, op de eerste indruk kunt vertrouwen, dan moet je er zeker op van achter proberen te komen wat iemand echt bedoeld heeft. En zo, en dat kost tijd en dat belemmert de handel. Dat is het idee.